Heyo mensen, welkom bij een nieuwe serie die we gaan hebben. Slime Ranger, Let's Play Slime... Ik kom meteen al niet uit mijn woorden, dat begint al heel erg goed. Oké, dus een nieuwe serie die we gaan hebben. Let's Play Slime Ranger. Het is een beetje een verzamelspel. Je gaat slime dingen verzamelen. En ja, laten we gewoon beginnen. We beginnen met een game naam en we gaan onszelf natuurlijk gewoon Jojo Boss noemen. En we kunnen een icoontje uitkiezen en kwam er laatst eentje. Ik vond deze wel heel erg vet, dus die gaan we nemen. Ik weet niet wat voor slime ding dat is, maar oké, we kunnen dus kiezen uit twee game modes. 5 Days Rush, nou dat gaan we niet doen, we gaan bezig met Adventure Mode. Want ja, we willen natuurlijk gewoon wat langer kunnen spelen. Live the life of a slime ranger. Nou, gewoon beginnen, huppakee. Good old slime will eat until it bursts. Oké. 1000 lichtjaren ver weg van, of weg van aarde. Planet. Hoppakee, dat begint al meteen heel erg goed. Dat moet ik beter niet voorlezen. Dat gaat niet goed, want ik probeerde in het Engels naar het Nederlands en dat werkt niet. Oké, dus het is best wel een heel simpel spel, qua concept in ieder geval wel. We hebben een vacuumzuiger, zeg maar, een soort van stofzuiger eigenlijk. En we zuigen allemaal dingen op, maar we kunnen het ook weer uitspugen als we willen. En we kunnen dus rondlopen en dit is dus onze slijmboerderij. Waar wij slijm verzamelen en opsparen en doen. En ja, dat is eigenlijk gewoon ons werk. Wij zijn slijmverzamelaars. Yep, wij zijn slijmverzamelaars. En eigenlijk niet eens echt slijmverzamelaars. Wij zijn... Wij verzamelen slijm om in een hok te stoppen. Om ze daarna te laten poepen. En dat doen we door ze eten te geven. En ieder soortje slijm heeft dus zijn eigen soort voedsel wat hij graag eet. Of in ieder geval, je hebt vegetarische slijmpjes en je hebt andere soort slijmpjes die kip eten. En dat is heel erg logisch, want iedereen houdt van kip. Tenminste, dat lijkt mij dan. Oh, die moeten we niet uitvoeren. En met die pink plort die we nu net hebben opgepakt, die kunnen we dan weer verkopen. Die kunnen we verkopen en daarmee kunnen we dan weer cash maken. Dus die kunnen we hier inschieten en nu hebben we 20 verdiend. En dan is dit zeg maar onze boerderij, onze slijmboerderij. En we kunnen ook gewoon van die slijm pink plort vinden, zeg maar buiten onze boerderij. En we gaan nu ook naar buiten van onze boerderij. Want buiten kunnen we zeg maar allemaal dingen verzamelen en dat is best wel cool. We kunnen hier bijvoorbeeld wortelen vinden. En wortelen hebben we dus weer nodig om onze beesten eten te geven. Onze slijm eten te geven. Dus dat is vrij belangrijk om te hebben. En daar ligt nog wat plort. Maar er zitten veel te veel lui omheen om fatsoenlijk te pakken. Want ik hoef natuurlijk geen 50 van die slijm dingen te hebben. Want die moeten we ook allemaal maar voeren. Hè? Je moet ze ook allemaal maar vreten geven. En dat wordt dan wel echt een probleem met zoveel van die beesten. En we hebben een chickadoo gevonden. Dat is een kip. Ben ik al achter. En we kunnen geen wortelen meer hebben. Want we zitten vol. We hebben te veel items in onze inventory. Die kunnen we wel even uitpoepen. Huppakee jongens. Die hebben we uitgepoept. Want ik zie hier nog meer... Een pogo fruit. En pogo fruit kan ook gebruikt worden om... op te eten, zeg maar. Wij kunnen het niet opeten. Onze slijm dingen kunnen het dan weer opeten. En dan kunnen we dan weer meer money mee maken. En money is leuk. Ja, money vinden we leuk. Dus nu kunnen we dit uitpoepen, zeg maar. Oké, jongens. Eet maar op. Goed eten, jullie. Je moet er goed eten. Ik denk dat we toch nog wel wat slijmpjes gaan opzoeken. Omdat we... ze nodig hebben om meer money te maken. En als er geen money is, dan kunnen we ook niks verder kopen. In ieder geval niet coole shit zoals wat voor coole shit kan. Ik ga jullie dat zo even laten zien nadat ik wat slime, pink slime heb verzameld.
Aangezien dat vrij makkelijk is te verzamelen, pink slime. Voor mij een van de makkelijkste dingen die we kunnen verzamelen, überhaupt, in dit spel. Jullie nog even erbij, huppakee. En we willen hier ook wat van hebben, van die pink lord. En die pink lord gaan we dus heel veel nodig van hebben. Maar er zijn ook betere plort. Ik vind plort, eigenlijk is het gewoon poep. We verzamelen zeg maar hun poep, want dan geven ze eten en dan poepen ze weer wat uit. Dus het is een soort van slijmpoep. Ik zie het als slijmpoep, maar blijkbaar wel heel waardevol. Anders kan je niet je eigen boerderij ermee beginnen. Huppakee, jouw zuigen op. Dit is eigenlijk best wel lastig, aangezien wij heel makkelijk onze slijm kunnen opzuigen. Is dit niet echt de meest efficiënte manier om onze plort te verzamelen? Vind ik, hè. Zie, nu zuigen we ons eigen voedsel ook weer op. Dus dat heeft eigenlijk weinig nut. Maar er is ook alweer een oplossing voor te vinden, natuurlijk. En dat is dit allemaal even verzamelen. En hier weer wat van uit schieten. Dat is gewoon zeg maar nu die koekjes verzamelen. En ik zal jullie laten zien wat je allemaal kan upgraden. Nou, dat ga ik dus zo meteen even laten zien. Eerst nog weer dit koekje verzamelen. Hop, we willen dat poepje ook hebben. We willen elk poepje hebben, ja. Ook jouw poepje. We willen al jullie poepjes hebben. Dat klinkt trouwens best wel nasty. Maar dat is niet zo heel erg. Want met die poepjes kunnen wij weer money maken. Money is niet vies. Geld is nooit vies. En nou, dan schieten we dit dus allemaal hier weer even in. Deze slijm dingetjes. En we hebben nu pas 430. Ik kom nog 70 tekort van wat ik wou kopen. Dus nog wat meer zoeken. We moeten... we kunnen nu even niet meer zoeken. Zeg maar, ze hebben hier allemaal eten en ze eten het niet. Dus dat is een beetje jammer. Jongens, jullie stellen me allemaal hartstikke in de teleur. Jullie moeten poep maken voor ons. Maar helaas doen ze dat even niet. Dus dan moeten we daar buiten maar even gaan zoeken. Dan gaan we even buiten onze boerderij weer zoeken naar... plort. Plort was het. En ik hoop dat we wat vinden. Dat zou leuk zijn. Daar is in ieder geval alweer één. We hebben alweer één plort gevonden. Jongens, jullie moeten weer plort poepen. Zodat wij dat kunnen oppakken voor onze boerderij. Ja, onze boerderij. Ik heb nog een plort gevonden. We moeten even 7 plort vinden. Dat is genoeg om een van de upgrades te kopen. Ja, een van onze upgrades die we graag willen hebben. En gelukkig ligt er ook nog best wel veel plort buiten deze. Ik kom soms niet uit mijn oren, mensen. En die beuken me dus even. Maar gelukkig ligt er ook nog best wel veel plort buiten de boerderij. Zodat we dat gewoon rustig op kunnen pakken en zo. Dat scheelt een hoop ellende. Nou, we hebben nu dus al 12, dus eigenlijk hebben we nu al genoeg. Maar ik zag dat hier nog allemaal al fruit lag, dat we ook op kunnen pakken. Dan scheelt dat straks weer een hoop opzoekwerk. En ik zag hier volgens mij ook nog wel een paar chickadoos. En chickadoos gaan we ook nodig hebben voor later in het spel, als wij een chicken hen hebben. Dan kunnen wij onze eigen kippen... broeden is het juiste woord. En laten we nu teruggaan naar de boerderij. Naar onze slijmboerderij. En die beesten vallen ons volgens mij een beetje aan. Tenminste, daar leek het op. Alsof ze ons aanvielen. Er ging net ook leven vanaf. We gaan nu alweer lekker terug naar onze boerderij. Om de plort te verkopen. We kunnen toch niet meer pink plort verzamelen. Dus kunnen we het net zo goed gaan verkopen om daarna de eerste upgrade in onze boerderij te kopen. Onze slijmboerderij. Een slijmboerderij klinkt eigenlijk echt heel erg saai als een beroep. Maar wij zijn nu slijmboeren. Zie, nu krijgen we de 10 voor. Dat kan elke dag veranderen. Dus 10 is volgens mij best wel goed qua begin. En nu kunnen we hier... En hier kan je dus allemaal dingen kopen om te upgraden. Je kan hogere muren, daar kan er dus meer in.
shows that even the bunchiest of the slime will have difficulty escaping. En een muziekbox die zorgt ervoor dat de... Ik weet niet wat dit betekent. Ik weet niet wat het betekent, mensen. Het zal vast nut hebben. Zorgt ervoor dat ze meer gaan agitation. Nou, ik weet niet. Dit zorgt ervoor dat ze wat moeilijker kunnen ontsnappen. Een solar shield. Die is voor slijmsoorten die niet goed tegen licht kunnen. En een plort collector. Die gaan we nu ook even kopen. En die zuigt alle plorten op die wij. Die zeg maar wordt gevangen. Ja, die wordt gevangen. Oh, dat wist ik niet. Hé, je hebt ook nog een licht die wij kunnen gebruiken. Maar nou ja, nu echt nodig. Maar goed, de plot collector dus. Dat is dus wat ik wou hebben. En nu kunnen we ook gewoon zeg maar hier op dit knopje drukken. En nu zuigt hij die plort op die net gepoept is. En die staat dan daar. En dat is super handig. Dan hoeven we niet steeds alles op te zuigen. Want dat is vrij lastig. Om steeds alles op te zuigen. Oh, dat was ook niet de bedoeling, man. Dat was niet de bedoeling. En zo kan je dus best wel veel coole upgrades kopen om je slijm te verzamelen. En je kan ook nieuwe gebouwen kopen, zeg maar. Een waterpontje of een... iets waarmee je alles kan vernietigen, zeg maar. Of een silo waar je dus meer dingen kan verzamelen. Of een coop. En een coop kunnen we dus je kippen plaatsen. Of een tuintje waar je dus voedsel kan laten groeien. Of een koraal waar je dus meer slijmsoorten in kan zetten. En that's basically it. Dat is het dus eigenlijk. Dat is wat we allemaal kunnen doen. En wat we ook gaan doen natuurlijk. Want we willen niet zo'n kleine slechte boerderij hebben. Nou, slecht. Ik vind het al best wel een mooie boerderij. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Het moet wat groter en wat cooler en wat... Ja, wat machtiger. Want nu hebben we echt iets waar we trots op kunnen zijn. Behalve dan deze coole roze slijmpjes. Die waarschijnlijk het meest simpele zijn om te behouden. Aangezien we niet echt moeite hoeven doen om ze te vinden. Denk ik niet dat het echt heel erg belangrijk is. En moeilijk om ze te behouden. Laten we nog even. We gaan even slapen. We gaan even slapen. Dan worden we morgenochtend weer wakker. En dan gaan we dan weer verder met ons werk. Op de slijmboerderij. Slijm. Ik blijf het een beetje raar vinden. Een slijmboerderij. Maar goed, ik vond het wel een cool spel. We gaan naar binnen toe. En we hebben ook Starmail. Ik weet niet wat we hier aan hebben. En dit is heel lastig, want het staat er in het Engels. En om het daarna te gaan vertalen naar het Nederlands is een beetje lastig. Dus dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. We gaan even beginnen. Om het niet te lezen. Of tenminste, ik lees het. En jullie kunnen gewoon het filmpje zeg maar stopzetten om het te lezen. Want ja, ik heb niet echt zin om dit allemaal voor te gaan lezen. Nou, kun je deze ook even lezen? Ik heb niet echt behoefte om het te lezen hoor. Dus dat ga ik ook niet helemaal doen. Ja, we hebben nog heel veel werk op de range. Sleep until morning. Slaap lekker. En we zijn alweer wakker. Oh, dat is niet. We slapen. En om 6 uur gaat de wekker al. Moet je nagaan hoe super vroeg een slijmcollector moet beginnen. Nou, dan weten we nu al wat we later niet willen worden. Niet dat het een daadwerkelijk beroep is natuurlijk. Het is helemaal niet een daadwerkelijk beroep. Maar het is ook iets wat we nooit meer willen worden. Want we moeten elke dag om 6 uur opstaan. Veel te vroeg natuurlijk. Veel te vroeg. Nou ja, elke dag weet ik niet. En zoals je kan zien nu is de slime die we gisteren 10 was, die zeg maar 10 euro waard was, is nu nog maar 6 waard. Dat is een beetje jammer. Dus daar hebben we nu even niet zoveel aan. Dat gaan we nu even niet verzamelen, want het is een beetje te weinig. En we gaan daar ook niet naar beneden, want dan gaan we elkaar dood. En we gaan alleen deze even eruit zoeken, omdat we die even niet nodig hebben. En dan beginnen we vandaag weer met... groente zoeken of eten zoeken en exploren en
Ja, dat is het eigenlijk wel. We gaan weer exploren. Oh, ik druk even op de verkeerde knop. Zuig al dat eten maar op. Is niet voor jullie klojo's. Ah, sommige dingen zijn ook dus nog niet, klaar. Ze zijn nog niet volgroeid. En dan kunnen we het ook niet plukken. Beetje jammer is dat. Maar dat gebeurt. Dat gebeurt helaas in dit spel ook. Ja, dan moeten we wat verder lopen. Want hier is nog niks volgroeid om te plukken. Sorry Slijpie, je mag naar beneden. Jou hebben we niet nodig. En we gaan dus op zoek naar... ja, waar gaan we daar op zoek toe? Ik denk dat we op zoek moeten gaan naar fruit. Aangezien onze beesten fruit eten. Lijkt het me verstandig om fruit te gaan verzamelen. En volgens mij is dit de plek waar we niet willen zijn. Nee, hier willen we even niet zijn. Ik weet niet waarom, maar er staat een doodskoptekentje. Dus daar hoeven we even niet te zijn. Daar gaan we niet heen. Daar vinden we ook helemaal geen fruit trouwens. Dus wat dat betreft hoeven we daar ook helemaal niet heen. We gaan wel deze... Nou, de plocht hebben we ook even niet nodig. Best raar dat we zeggen, man, we hebben geen geld nodig. Maar kom op, het is een beetje weinig voor... ons inventory kunnen we net zo goed een paar carrots pakken op Pogo Proof. Of iets anders wat wel veel waard is. Of meer waard is in ieder geval. En het vette aan dit spel vind ik tot nu toe. Ik heb nog niet heel veel gespeeld. Maar het vette tot nu toe vind ik dat het gewoon heel erg vrolijk is. Het is echt een vrolijk spel. Ik word er vrolijk van. En dat vind ik belangrijk in spellen. Dat, ja, dat het wat vrolijk is. Ik bedoel... Dat is wel leuk om te zien ook. Dus af en toe is het ook wel leuk om gewoon wat negatieve dingen te zien en zo. Maar nou, niet negatief. Dus meestal, ja, hoe leg je dat even fatsoenlijk uit? Het is vet om gewoon een keer de slechterik af en toe te zijn. Maar ik ben ook wel vrolijk van zo'n soort spel. Dat alles zeg maar lekker gaat en shit. En ik denk dat ik de fruit even weg moet om dit ding te pakken, want ik weet niet wat het is, maar het is een tabby plort en misschien is dat wel veel meer waard als onze fruit. En we kunnen nu bijna nergens heen springen. En ik zie daar een kippetje, die willen we ook even hebben. Een chickadoo, we found a chickadoo. Weer allemaal fruit wat we net, voor mij hadden we dat net nog gepakt, dus dat kunnen we nu niet nog een keer meteen pakken. En we gaan weer terug naar onze boerderij, aangezien we weer... Ja, out of inventory slot zijn. En ik zoiets heb van we gaan terug om, even te kijken wat we hiervoor kunnen krijgen. De Tabby Plore. En ja, dan zien we wel wat we daar kunnen krijgen. Oh, er zijn wel heel veel van dat soort. Van deze plort. Sorry, de Pink Plort was het. Ik ben echt heel slecht in het onthouden. Maar dat is niet heel erg. Want, oh, we kunnen trouwens wel pink plort hebben, want we hadden niet die andere ding weg gedaan. We hadden, wat hadden we weg? We hadden dat fruit weg gedaan in plaats van. Dus we gaan even snel 10 hiervan verzamelen, of 20 hiervan verzamelen ook. Ja, dan zuigen we ook alles op hoor. Ja, we nemen deze hele wereld zuigen op. 17 hebben we, dan komen er nog 3 tekort eigenlijk. Net zullen we er nog 3 hebben. Nog 2. 2 te gaan, 2 te gaan, 2 te gaan, nog 2 te gaan mensen. 1 te gaan, 1 te gaan. Nog maar eentje. We willen die laatste ook nog even hebben. Dat is toch veel te leem als we die nu niet pakken. Kom op. Waar zijn jullie? Send it to fly. Oh, dat is best wel cool. Logo, there's just more to lo. Ja, dat weten we. We houden heel veel van ons slang, hoor. Check, nu hebben we daar ook 20 van. En die gaan we nu allemaal even verkopen. Want... Het levert niet heel veel op dit moment. Oh, dit kunnen we ook weer allemaal pakken. Want het is gegroeid. Hey, we hebben onze wortels gegroeid. 18 wortels. Ja, dat pakken we zo meteen wel. Dus ja, het groeit allemaal langzaam aan. En we gaan even dit verkopen. En dan ga ik de aflevering afsluiten. Dan zie ik jullie volgende week weer. En... Maar is dit nog even snel verkopen. Dan hebben we zeg maar nog een overzicht van hoeveel money we hebben gemaakt in deze aflevering. Voor mij is dat best wel een lekker bedrag. Ik weet niet hoeveel dit waard is, maar voor mij is dat die 23 waard. Nou. Oké, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van dit nieuwe. Ja, het is niet een nieuw spel, maar het is wel nieuw voor ons.
Dus ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En tot de volgende aflevering. En ik zeg, laters.